tegenwoordig lijkt het alsof baby's als accessoire worden gezien. Dus hoe die Gucci heuptas in de mode was, zijn het nu gewoon baby's. What the fuck? Een baby is geen Tamagotchi. Een baby is geen babyborn. Als jij even 6 uur weggaat en terugkomt, is je baby bij wijze van spreken misschien dood. Je kan niet met je kinderbijslag een nieuwe Gucci tas gaan kopen. Nieuwe Wave gaan kopen. What the fuck? Dat doe je echt niet. Doe je niet, maar dat kan wel. Come on, son. Come on, son. Hoe mensen tegenwoordig ook communiceren met baby's. Ik denk dat die baby zelf denkt van, what? Waar the fuck ben jij mee bezig? Oké, waar the fuck ben jij mee bezig? Zo van, je ziet een baby en het eerste wat jij even denkt te doen is... Gucci cool. Gucci, 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 Gucci. Dus als baby's konden praten, dan zouden mensen vaak nep chillen. Ja. Fucking nep. Goedemiddag. Mijn spreekwoord gaat over voetbal. Zo nep chillen dus. Weet je wat ik ook haat? Familieleden die je steeds maar komen zeggen dat je bent gegroeid. Hey, hoe gaat het jongen? Ik ben groot geworden. Hoe komt Biggie? Shut the fuck up! Hé, ik zag je dus gisteren. En toen zei je dus precies hetzelfde. Oké, ik ben dus binnen 1 dag gegroeid. Waar ik het ook nog over wilde hebben. Wow. Die bangalijsten. Terwijl ik juist vind dat een banga, slet, however you want to call it, veel meer erkenning verdient. Ik vind dat het heldinnen zijn. What are you talking heldinnen about? Ik bedoel maar van, zij zijn daar wanneer jij droog staat. Zij helpen jou uit de brand. Dat doen superhelden, toch? Ze verdienen een fucking cape. Zo van... Pampana! Banga. Fantastic bang. Volgende komt zoom. Check op. Tamagotchi, 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 tamagotchi.